Rond 3 uur vannacht gingen 4 auto's in korte tijd in de brand. En dat gebeurde in de Abelenberg, de Buitenberg en de Bandaliersberg. 3 straten die dicht bij elkaar liggen. 3 andere auto's liepen schade op. Buurtbewoners in de wijk Tolberg kwamen vanmiddag samen op de plekken waar de auto's in brand werden gestoken. De eerste 2 auto's gingen in brand in de Abelenberg. En ik hoor in één keer plof. Dus ik ga boven op zolder kijken en ik kijk door mijn dakraam. Ik zie in één keer hier de vlammen uit mijn auto komen. Inclusief de auto van de buurvrouw. En waarvan was die plof? Ik denk van de wiel, van de band die ontplofte. Denk ik, ja, ik weet het niet zeker. Maar... En er was geen houden aan, want die was snel buiten. Ja, er was geen houden aan. De vlammen kwamen al, stonden al boven het dak. Er was niks meer aan te doen. Het was gewoon klaar. De buurvrouw verloor haar Mini Cooper. En ik had hem een half jaar. En iedereen zei van, oh, wat een leuk autootje. En ik was er ook echt blij mee. Ja, nou is die weg. En heeft u enig idee, is dit een aanslag die op u persoonlijk gericht is? Of denkt u dat het willekeurig is? Ik denk willekeurig. En de auto van de buren is in de brand gegaan. En de mijne heeft daar schade bij opgelopen. In de Buitenberg ging een sportwagen in vlammen op die onder deze carport stond. Ja, dat was een mooie auto. Ja. Daar hebben we keihard voor gewerkt en een paar jaar voor gespaard. Wat vreemd was het? Een VW Eos, een cabrio. En ja, daar is niks van over. Heeft u enig idee wie het gedaan heeft? Nee, wist ik het maar. Misschien zou het langs de ene kant goed zijn en langs de andere kant denk ik dat het niet goed zou zijn dat ik zou weten wie het gedaan heeft. Nee, het lijkt op het werk van een pyromaan, denkt u dat ook? Ja, pyromaan of een paar vandalismen. Van jongens die te veel gedronken hebben of drugs gebruikt of... Ik zou het niet weten, ik denk dat een heleboel vandalisme onder de invloed van drank en drugs gebeurt. Gelukkig zijn alle gedupeerden goed verzekerd.